ايه وهذا ابراهيم واي واي ايه اخت مانه واي واي بصي في بيتك واي واي اكتي بيتك واي واي نخيتي بيتك واي واي خين بيت فور واي واي الوي خندور واي واي براين فلوخس Jawel, 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 hier zijn we weer. Jawel, jawel, jawel mensen, hier zijn we weer. Nou mensen, we zijn hier met... Huh? Hoe kom jij hier nou? Huh? Nou jongens, hocus pocus Pilatus pas. Ik wou dat Bilo hier was. Jawel, jawel mensen, hier zijn we weer. Wow! Waar kom jij vandaan, Bilo? Weet je wie je net was? Ryan! Ryan? Ja! Ja, ik word nou een beetje gek. Oké, maar nu mis ik Ryan weer. Nou, ik ga even toveren weer hoor. Hocus pocus Pilatus pas. Ik wou dat Ryan hier was. We zijn compleet mensen. Ja! Hebben we er zin in mensen vandaag? Ja. Vandaag mensen hebben we een hele leuke programma voor de boeg. Ja. We gaan naar Den Haag. We gaan naar Den Haag. Zonder auto! Zonder auto? Dus mensen, je hoorde het al van onze grote vriend Ryan. We gaan proberen van Leiden naar Den Haag te komen zonder auto. En wat gaan wij in Den Haag doen? Niks zeggen, voetballen. Ryan. Nee, we gaan niet voetballen. We gaan een cadeautje halen. Nog beter! Ja, voor wie, Bilo? Voor? Khadija. Voor Khadija! En als we een cadeautje hebben, gaan we naar? Khadija. Ja! En als Bilo heel lief is vandaag, dan mag Bilo ook nog... Slapen. Ja, dan mag je slapen, vriend. Ja. Maar we moeten wel in Den Haag zien te komen. Ah, ja. En weet jullie hoeveel geld we bij ons hebben vandaag, dames en heren? 0 euro. Wij gaan naar Den Haag. We moeten iets met een cadeau halen. We moeten vervoer regelen. Ik weet niet hoe we het gaan doen, maar we moeten het gaan regelen. Mensen, sowieso. Ik wil jullie bedanken sowieso dat jullie op ons kanaal hebben geklikt. Super tof van jullie. Zometeen maak je trouwens de winnaar bekend. Van, afgelopen week had ik weer iets op Insta gezet, een actie. Dus die winnaar maak ik straks bekend. Dus blijf vooral kijken. Nogmaals, dank jullie wel. Want wij zijn echte, 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 echte... Mannen. Echte mannen. Nou, dat ging niet goed. Wij zijn echte, 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 echte... Mannen. En wij geven... Hoe kom je? En wij geven iedereen alleen maar... Liefde. En wij zeggen altijd... Simmerdijn. 15.000 abonnees. Abonneren mensen. Alleen maar liefde. Doei doei. Nou mensen, zoals jullie zien, kijk eens. De auto hebben we daar achtergelaten. Doei doei. We gaan starten. Hebben we er een beetje zin in of niet? Ja. Oké. Nou, om te beginnen... We starten hier in Leiden-Noord. Kom Bilo, kom. Bilo, kom. Nou, dit gaat wel dus heel erg lang duren dit. Nee joh, gek. Kom, nee joh. Kom. Dus de eerste instantie moeten we denk ik een beetje naar de buurt. Waar ik een beetje wat mensen ken. Ik weet niet, denken jullie dat een buschauffeur ons zou kunnen helpen? We gaan in ieder geval kijken dat wij naar Leiden-Noord gaan. Dus tot zo meteen. Over 1 minuut. Oké, dan gaan we 1 minuut wachten. Kijken wat die buschauffeur gaat zeggen. Gaan we de buschauffeur vragen? Weet ik niet. Waar moeten wij eigenlijk heen? Naar? Den Haag. Naar Den Haag, hè? Ja, dat moeten dus... we zeggen. En eigenlijk, misschien is het beste om naar het station te gaan. En als die nee zegt, ja, dan gaan we doorlopen. Goedendag, wij hebben een vraagje. Wij hebben geen geld bij ons, maar we moeten naar het station. En we zijn met een actie bezig, mijn broertje en die kleine. Dus ik hoop dat hij ons misschien mee wilt nemen. Nou, laat ik het zo zeggen, u mag van mij niet mee, maar als je instapt kan ik er niks aan doen. Hé, hey, wat zeg je dan? Kom! We mogen eigenlijk niet filmen, maar het is wel gelukt hè. Ja, echte, echte. Echte, echte, echte. Echte mannen. Dankjewel hè. Yo. Hey, high five vriend. Zullen we nu met de trein? Met de trein? Maar dan moeten we wel vragen aan de conducteur hè, of dat mag. Ja. Gaan we kijken of het mag? Ja. Oké, let's go. Nou, buschauffeurs, jullie zijn goedgekeurd. Jullie zijn toppers. Kom. Ja, yeah, it's quite a lot. Oké. Okay. Oh, maar wacht eens even. Wij kunnen er niet zomaar in, joh. Oh. Hey, mijn broertje en mijn zoontje, die moeten naar Den Haag. Ja. En wij moeten, zijn met een challenge bezig. Hij moet voor zijn toekomstige vrouw moet een cadeau halen. En wij moeten aan een conducteur vragen of wij mee mogen reizen naar Den Haag. Ik hoor daar. Waar? Hierin. Deze? Ja, deze. En denk je dat het gaat lukken? Succes, ik weet het niet, man. Komt helemaal goed. Dankjewel, man. Rustig aan. Oké, dat is één. Hé, maar dat is goed, hè? High five. Kom.
Ik zei het. Aangepast tussen Leidingscentraal en Den Haag Centraal. Oh, nog 4 minuten komt hij eraan. Kom, kom, kom. Rennen, kom, 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 kom. Goed uitkijken. Uitkijken. Hup. Goeiedag. Gaat deze naar Den Haag? Nee, die gaat naar Den Haag. Ja, dank. Oh, dank u wel. Oh, 2 minuten. Kom, vraag. Kom, 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 kom. Mevrouw, goeiedag. Wij zijn met challenge bezig, mijn broertje en mijn zoontje. En mijn broertje wil heel graag trouwen en die moet een cadeau halen in Den Haag. En wij zijn net al door de bus gebracht. En uw collega die zei, u moet het gewoon proberen. Echt waar? Wat zeg je dan, Ryan? Ja, dat is gewoon gelukt. We gaan naar Den Haag. Oh, het is gelukt, jongens. Go, 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 go. We gaan gewoon naar de eerste klasse, vriend. Ja. Kregering, 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 kregering. Kom je dan, de deur gaat dicht. Oh, oh, ja. Ah wel, Tarzan. High five. High five. Klasse. En we moeten nu zorgen dat we eruit komen en dit wordt wel heel interessant. Ja. Het is gelukt. Oké. We gaan naar de volgende opdracht, mensen. Waar moeten we heen? Cadeautje halen. Ja. Waar gaan we heen? Ik heb eigenlijk ook wat trek. Zou iemand ons eten geven, denken jullie? Kom, rennen. Go, go, go. Rennen, rennen. Go, go, go. Go. Rennen. Nee, joh, zot. Kom. Nee, joh, gek. Kom je. Kom je. Als je er echt in valt. Als Milo er echt in valt. Dan hebben we een heel groot probleem. Nou ja, hij heeft een probleem. Ja. Mij is de zorg minder. Hallo, 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 hallo. Kom, 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 kom. Nee, joh, zot. Goeiedag, we hebben een vraagje. Wij zijn met een challenge bezig. En mijn broertje die wil heel graag trouwen. We zijn helemaal uit Leiden gekomen en we mochten... En nu? We hebben 0,0 cent bij ons. En deze twee heren hebben trek. En we zijn met de trein mochten we gratis meekomen. We mochten met de bus gratis meekomen. En de vraag is of jullie deze twee jongens zouden willen helpen. Met? Frietjes? Gewoon een hart. Frietjes ook, dan gaat dan vragen wie je moet trouwen. Oh. En met één hoofd, ja? Ja, tuurlijk. Mag ik? Ik weet niet. We gaan kijken. Heb je een grote hoor of een klein hoor? Heel veel. Heel veel. Ja. En wat voor saus wil jij? Dit is pindasaus. Ja. Lusje pindasaus? Lusje zeker weten? Mayonaise. Ja, jullie zijn echt wel. Hoe heet jullie? Rebel Snacks. Mocht je in Den Haag zijn, Rebel Snacks. Wat zeg je dan? Dankjewel. Graag gedaan. Hé, hey, Bila, wat zeg jij dan? Dankjewel. We hebben weer een challenge gehaald. Ja! Echte, echte. Echte man. We gaan nu een ring proberen te regelen. Een hele goede dag. Ja, het zou heel mooi zijn. Wij zijn met een challenge bezig. Mijn broertje die wil heel graag trouwen. Met wie? Khadija. Met Khadija. En ze komen helemaal uit Leiden. En we hebben 0,0 cent. Okay. En we hebben de bus geregeld, we hebben de trein geregeld, we hebben eten geregeld, we hebben drink geregeld. Zometeen moeten we nog zien te knippen. En wij wilden heel graag Khadija ergens blij mee maken. Ja, snap ik. Als symbool. Dus wij hoopten dat jullie ons zouden kunnen helpen. Bilal, een ring voor Khadija. Is dat toch goed? Ja, is goed. Ik hoop dat het lukt. Ik hoop het ook. Een ring voor Khadija. Ja. Hè? Ja. Als het lukt, dan beste. Dan kunnen we weer gratis alles. Ja. En dan ga ik het hele leven aan je voor. Dat zou toch geweldig zijn? Ik heb hier een aantal dingetjes tussen zitten. Dus als jullie hier wat moois. Bilal mag kiezen voor Khadija. Ik mag er eentje uit. Bilal, kies mij eentje uit. Je moet de andere kijken. Nee. Ik vind deze heel mooi. Ja, die vind ik ook heel mooi. Ja. Zal ik hem inpakken? Ja. Wow. Ja. Als je dan toch gaat houden, dan mag er best een klimmertje bij, toch? Ja. We hebben nog niet even mama gaan trouwen, hè? Kijk eens. Wat zeg je dan, Bilal? Wat? Dankjewel. Heel veel succes. Nou, echt super bedankt. Super, super bedankt. Nee, joh, gekkie. Hij probeert gelijk alles mee te nemen. En high five. Super bedankt, hè? Ja, mensen, het is gewoon gelukt. We hebben een ring. We zijn naar Den Haag gekomen. Het is gewoon gelukt. Ja, mensen. Terug! Ja, we moeten eerst naar de kapper.
Ja, moet toch. Gaat iemand een huwelijk vragen? Dat moet er goed uitzien. Hè? Ja. Hey, Ryan. Zou het lukken om een geurtje te regelen? Wij hebben een vraagje. Tuurlijk. Dit is mijn broertje Bilal. We hebben de bus geregeld, we hebben de trein geregeld. Wat hebben we nog meer? Eten geregeld, drinken geregeld. Winkel. En we hebben zelfs een ring geregeld. En eigenlijk hebben we nog twee dingen nodig. Dat is eigenlijk een geur en de kapper. Die zijn huge. Ja, god, die zijn natuurlijk. Ja, de kapper kunnen we niet mee helpen, maar wel met een geurtje. Ja. Echt? En heb je nog een lievelingsmerk? Ja. Of weet je dat niet? Ja. Ja, wat voor dan? Vrouwengeur. Vrouwengeur. Maar jij moet zelf ook een geurtje toch op die dag? Ja, ja, ja. Ja? Ga je alsjeblieft. Nou, Easy Paris, super bedankt. En wij gaan door. Oh, hey, nee, joh, gekkie. Si tu touches à son terre, il y a toute l'équipe derrière. Het is gewoon gelukt. Het is gelukt. Willow wordt geknipt. Ja. Ik heb een heel gelukkig trouwen. Ik ga er heen. En we gaan heel gelukkig trouwen. Beetje lachen, Willow. Zo. Ja, dat zijn ze. Die baard mochten we absoluut niet aan zitten. So, thank you, man. Dank je wel. Dank je wel. Nou, hier in Den Haag, het is ons gelukt. High five. High five. Goed zo. Ik wil met je trouwen. Zo eenvoudig is het gezegd. Altijd van je houden. Goeiedag, we hebben een vraagje. Ja. Wij zijn met een challenge bezig. Ja. We komen uit Leiden. Ja. En mijn broertje die wil graag trouwen. Met wie wil jij trouwen? Khadija. Met Khadija. Ja. Dus, maar we hebben 0,0 cent. We moesten de vervoer regelen naar Den Haag. Ja. We hebben eten, we hebben gedronken. Ja. We mochten knippen. Hij heeft een geurtje gekregen. Ja. En een ring. Maar zonder bloemen kunnen we eigenlijk vrij weinig. Dus we hadden gehoopt dat hij ons met een heel klein bloemetje kon helpen. Ja, dat kan ik wel. Echt? Even kijken, misschien een klein bosje rozen. Ja, super, geweldig. Ik wat sorry. Milo, kijk eens voor Khadija. Ah, kijk, ja. Zal ik het voor inpakken? Dag goed. Ja, gefeliciteerd, man. Ja, man, dankjewel. En als de mensen die toevallig in Den Haag zijn, hoe heet de zaak waar ze moeten komen? Bloem. Nou, gewoon, ja. Logisch klinkt niet. Gewoon bloem is gewoon goedgekeurd. Gewoon een vinkje. Want wij zijn echte. Echte man. En wij geven iedereen alleen maar? Liefde. En wij zeggen altijd? Positiviteit. Positiviteit. Ja, geweldig. Goed uitkijken, hè. Lopen, joh. Nou, mensen. We zijn in Leiden. Bijna bij Khadija. Ja. Khadija. Bijna. Ik zat me nog tegen, jij doet alles voor de fame. Kan niet hangen met fakers, er ruïne op die stage. Dat lijf klink ik nog beter, dit is niks wat ik zeg. Je moest eens zien hoe wij soms leven. En, zit je lekker? Ja. Ja, dat begrijp ik. Hè? Nou. Ja, ja mensen, we zijn hier begonnen. Kijk eens, daar is onze auto. Heerlijk. Kijk eens Bido, wat je gaat doen zometeen als we bij Khadija zijn. Op je knieën geef je eerst de bloemen. Oké? Okay? En na die bloemen geef je de... Ring. Ring. Wel op je knieën, hè? Op de grond. Afgesproken? Afgesproken, hè? Oké. Okay. Is het een beetje spannend? Mama, dit is mij alleen. Oké, ga maar naar Khadija. Hey. Geweldig. Ik heb het voor jou gedaan. Wat lukt het voor mij? Ik heb het voor jou ring. Een ringetje? Ja. Tada. Oh, de vinger is veel te dik, joh. Ja, wel. Oh, mooi Bielen, echt mooi. Dankjewel, schat. Jawel, ze zijn er weer. Jawel, mensen, hier zijn we weer. Nou, is de challenge gelukt of niet, Bilal? Ja. Ja, Ryan? Ja. Hoe vond jij het vandaag? Leuk. Ja? Wat heb je geleerd van vandaag? Dat je alles kan bereiken. Als iemand nee zegt, ga je toch door. Waarom? Anders kan je het niet bereiken. Dat zijn hele wijze woorden, jongen.
geen wijze woorden. Hé, hey, Milan, heb je een ring gegeven aan Khadija? Ja. Heb je bloemen gegeven aan Khadija? Ja. Heb je een luchtje gegeven aan Khadija? Ja. Mensen, zoals beloofd, ik zou nog de winnaar bekendmaken. Ik pak hem er even bij. Un momento. En de winnaar is Pierre993. Dus Pierre993. Pierre993, stuur mij een DM en ik zorg ervoor dat er een gesigneerde bal jouw kant op komt. Of niet, Bilal? Ja. Vond je het top? Ja. Ik ook. Mensen, bedankt voor het kijken. Vergeet vooral niet te abonneren, te delen, te liken. We gaan 15k. Dat hebben we met elkaar afgesproken, hè. Alle mensen die vandaag de ring hebben gegeven, Six. En Bram Ladage voor het drinken. En de kapperzaak. En wat hebben we nog meer? Oh ja, natuurlijk, hè. Het patatje, hè. NS. Connection. Of in ieder geval de buschauffeur. Super bedankt voor jullie energie. Want wij zijn echte, 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 echte... Echte man. En wij geven iedereen alleen maar... Liefde. En wij zeggen altijd... Tijd. Positiviteit. Mensen, abonneren. Nu, gelijk. Hier direct. Alleen maar liefde. Wai wai. Alleen maar liefde. Wai wai. Yo, het Ibrahim. Wai wai. Yo, het Bilal. Yo, het Ibrahim. Wai wai. Yo, het Bilal. Eeuw, het Ibrahim, wai wai. Heel echte mannen, wai wai. Positiviteit, wai wai. Activiteit, wai wai. Negativiteit, wai wai. Geen tijd voor, wai wai. In wegen door, wai wai. Brain floor.